Ouders spelen een cruciale rol bij de mentale gezondheid van kinderen als eerste aanspreekpunt en steun. Het is daarom belangrijk om ze de juiste vaardigheden aan te reiken voor het begeleiden van het kind. Tegen deze gedachte aan vond gisteren de première een paneldiscussie Raising Parents van UNICEF plaats. Tijdens de herdenking van de Maand van de Geestelijke Gezondheid wordt het belang van mentale welzijn voor alle leeftijden, vooral jongeren, benadrukt. Dit jaarlijks initiatief roept op tot bewustwording over mentale uitdagingen, het verminderen van stigma's en open gesprekken binnen de gezinnen en gemeenschappen. De documentaire Raising Parents is gemaakt in samenwerking met de LEGO Foundation en UNICEF. De rode draad van de panelleden was dat door een ondersteunende omgeving te creëren, ouders hun kinderen helpen omgaan met mentale uitdagingen zoals angst, depressie en sociale mediadruk. Voorlichting aan ouders over signalen van mentale problemen en communicatiemethoden is essentieel om kinderen veilig en gesteund te laten voelen. Mahogany Nede, Communication Officer bij UNICEF, vertelt het volgende. We hebben vanaf 2020 veelal, natuurlijk ook vanwege het mandaat van UNICEF, gericht op mentale welzijn van kinderen en jongeren. Dat weet u. Maar we hebben dus gekeken naar de vraag die er is bij jongeren vooral, waar het gaat om ondersteuning vanuit ouders. Dus het is waarom eigenlijk we nu zijn begonnen om een beetje meer te gaan richten op het ondersteunen van ouders, tips en kennis aan ouders bij te brengen, hoe zij mentaal welzijn kunnen bevorderen onder hun kinderen en hun tieners. Dus dit programma vandaag hebben we speciaal voor ouders neergezet. Ook om het feit dat we vanuit UNICEF Global een documentaire hebben gemaakt. Een documentaire die zich dus echt richt op wat gebeurt er vooral bij ouders. Ligt het echt aan dat ze niet willen of het niet kunnen? Maar eigenlijk hebben ze vaak ook hun eigen mentale issues waarmee ze soms moeten dealen. Dus we wilden dat als eye-opener vandaag middels deze documentaire tonen aan onze samenleving en aan andere ouders. 1. Dat ze er niet alleen voor zijn. 2. Dat we nu met programma's gaan starten waarbij we ook ouders kunnen ondersteunen om zo beter mentaal welzijn te bevorderen bij hun kinderen en hun tieners. De avond werd afgesloten met een speech van First Lady Melissa Santokhi Sinasheri, waarin het vinden van een balans centraal stond.